desoxyribonukleïnezuur, oftewel DNA. Wist je dat ieder mens, dus jij en ik, zijn opgebouwd uit 40.000 miljard levende cellen? 40.000 miljard! Dat is echt heel veel. En in al die cellen zitten eiwitten en DNA. En het DNA in je cellen is jouw persoonlijke code. Dus die bepaalt wie je bent en hoe je eruit ziet. Dus bijvoorbeeld je lengte of de kleur van je ogen. En je haarkleur, wit in mijn geval, van mijn moeder. Maar dat hebben dus niet alleen mensen, want ook planten en dieren hebben zo'n unieke DNA-code in hun cellen zitten. Is toch heel bijzonder? Maar ja, hoe ziet DNA er in het echt uit? Oh, dat kan ik je wel laten zien. Kijk, dit is een zwezerik. Van een kalf. Dat zit bij de kalf achter het borstbeen. Er zitten heel veel cellen in. Als we daar nou een klein stukje van nemen, dan kunnen we daar het DNA uit gaan halen. En nu moeten die cellen bevroren worden, zodat ze kapot kunnen gaan maken. Maar ja, dat is vloeibaar stikstof. Oeh, is gevaarlijk. En min 196 graden. Dus bril op. En ik moet de handschoenen aan. Ik wil overhandschoenen. Nou ja, het is dat ik niet mijn vingers bevries, ja. Natuurlijk. Zo, een beetje aan de kant. Ja, ja. Een beetje roken. Zo. Wow. Nou. Is het nu meteen bevroren? En nu fijn malen. Alle cellen kapot gaan. Ik. Kijk, nu is alles helemaal tot poeder vermalen. Die cellen die zijn dus nu kapot. Die cellen zijn kapot en het DNA kan er dan uit. Kijk, een beetje water erbij. Zo. En als je goed kijkt, zie je hier die kapotte cellen drijven en het DNA drijft er nu in. DNA-soep. DNA-soep, ja. Nu giet ik een beetje hiervan in deze buis. In het water, daar drijft het DNA. En die restjes die je ziet, die moet ik juist niet hebben. Dat zijn eigenlijk de restjes van de cellen. Wat je dan moet doen is een klein beetje zout erbij. Even goed mixen. Kijk, één grote soep van alles wat er in die cellen zat. Maar we willen alleen het DNA. Ja. En wat je dan moet doen, en dat mag jij doen, is een klein beetje alcohol voorzichtig langs de rand erbovenop gieten. En nu even kijken. Al die sliertjes, dat is DNA. En die kun je er ook nog uitvissen. Dus we zien nu gewoon DNA met het blote oog eigenlijk. Dit is het. Jeetje. Wat vet. Dit is koeien-DNA. Ja. Bizar. Weet je dat in elke levende cel in je lichaam lange opgerolde slierten DNA liggen? En dat is eigenlijk een code van wel 3 miljard letters. C, G, T en A. Als je die allemaal zou uitschrijven op een A4'tje, dan krijg je een rol papier die is wel 250 kilometer lang. Wow. Het is eigenlijk de bouwinstructie van je lichaam. En dan te bedenken dat een levende cel, dat je die gewoon bijna niet kunt zien. Dat is toch bizar? Stel, dit is jouw unieke lettercode. Ja? Op elke plek kan dus of een G staan, maar er kan ook een T of een C of een A staan. En als je dan gaat kijken, bijvoorbeeld hier op deze plek, zie je dus de instructie over hoe je haar gemaakt moet worden bijvoorbeeld. Maar hoe zit dat dan? Want mijn broertje heeft krullen en ik niet. Ja, nou, de code van jouw broertje is dus een beetje anders. Bijvoorbeeld hier op deze plek, daar staat er bij jou een C, maar misschien staat er bij hem een A. En als er een A staat, krijg je krullen. En als er een C staat, geen krullen. Dus dat is zo'n klein verschil, maar... Ja, ja, wow. Ja, dat kan. En als je verder kijkt, bijvoorbeeld, hier kom je dan bij je ogen, hoe je ogen gemaakt moeten worden. Ja. Dus ook de kleur van je ogen. En die hebben we hetzelfde, dezelfde ja. Ogen. Ja, dus zijn code en jouw code zijn op die plek precies hetzelfde. Wow. En als je dan verder kijkt, heb je dus alle informatie nodig voor je lichaam. En bijvoorbeeld natuurlijk ook of je een jongen of een meisje bent. En deze 3 miljard letters, die maakt dus dat jij Janouk bent. Maar hoe zit dat dan eigenlijk als je een tweeling bent? Ja, een eeneiige tweeling heeft wel hetzelfde DNA, maar dat wil niet zeggen dat ze precies hetzelfde zijn. Want als bijvoorbeeld de een heel erg veel gaat eten en de ander niet, nou, dan is de een heel dik en de ander niet. Ah, dus je gedrag en je omgeving hebben ook allemaal invloed op hoe je eruit ziet. Ja, precies. Check. Oké, even terug. We zijn dus opgebouwd uit 40.000 miljard levende cellen. En in iedere cel zit precies dezelfde sliert, DNA. En die bestaat dan weer uit 3 miljard lettercodes in een volgorde die voor ieder mens net even een beetje anders is. En daarom zijn we ook uniek. Maar ja, wat doen nou al die lettercodes in dat DNA? Nou, die codes die maken de hele dag door eiwitten. En wat die eiwitten wel niet allemaal doen? Ja, dat is inderdaad heel bijzonder.
Eiwitten zitten in je cellen. Mm-hmm. En die zorgen eigenlijk ervoor dat je cellen precies doen wat ze moeten doen. Bijvoorbeeld in je longen, dan moet je je cellen zuurstof opnemen. Dus ergens in die cellen zitten eiwitjes en die eiwitjes die happen eigenlijk de hele dag naar zuurstof. Die pakken dat vast en dan nemen ze het mee naar de rest van je lichaam. Mm-hmm. En in je darmen bijvoorbeeld, daar zitten cellen die je eten moeten verteren. En in die cellen, daar zitten dus eiwitjes en die zijn de hele dag je eten in kleine stukjes aan het knippen. En bijvoorbeeld je hart. Ja, je hart moet natuurlijk samentrekken om je bloed rond te pompen. Mm-hmm. Dus in je hart zitten spieren en die moeten dit doen. Dus in die spieren, daar zitten eiwitten, die zitten zo tegenover elkaar en die doen dit. Dus je doet de hele dag door dit? Ja, deze beweging en daardoor trekt je hart samen. Wow. En dan komt het. Het DNA is eigenlijk de bouwinstructie voor die eiwitten. Mm-hmm. En om een eiwit te maken heb je dus maar een stukje DNA nodig. En dat stukje DNA, dat noemen we één gen. Oké. Dus je genen zorgen voor al die eiwitten. En die eiwitten zijn dus dag in dag uit in je hele lijf constant aan het werk. Dat is gewoon één grote, drukke fabriek. En dat gaat gewoon je hele leven lang zo door. Dat is toch fascinerend? Hoe kom ik nou aan mijn DNA? Nou, mijn DNA wordt bepaald door mijn vader voor de ene helft en mijn moeder voor de andere helft. En die hebben op hun beurt weer hun DNA gekregen van hun eigen ouders. Nou, mijn DNA bestaat dus voor de ene helft uit het DNA van mijn vader en de andere helft uit die van mijn moeder. Maar mijn broertje heeft ook het DNA van allebei mijn ouders, alleen wel andere helften. Want daardoor is hij ten eerste een jongetje, is hij bijvoorbeeld een stuk langer dan dat ik ben en heeft hij krullen in plaats van stelhaar. Dus ja, als ik nu naar mijn eigen DNA ga kijken, dan zie ik dus stukjes van mijn ouders, maar zie ik ook nog stukjes die mijn vader dan weer van zijn vader heeft gekregen.